Van Holland Sint-Hazes 2016 alweer. Daar zijn we heel erg bijzonder trots op. Het is het vierde jaar dat wij, zeg ik, wij in de Ziggo Dome mogen performen met liedjes van André Hazes. Normaal ben ik niet zo van liedjes van André, maar in dit geval dacht ik wel. Iedereen heeft toestemming gegeven om wederom met de prachtige platen van André Hazes de Ziggo Dome te mogen bezingen. Wij hebben er zin in. Wij staan 17, 18 en 19 maart staan wij met elkaar op het podium. Met vertrouwde gezichten, maar ook vooral wat bekendere gezichten. Omdat het publiek aangaf van, ja, wat vind je nou bij Hazes passen? Wat vinden we leuk? Wij gaan Hazes zingen. Iedereen zingt Hazes. 15.000 mensen per keer. Zijn er mensen geweest? Zijn er mensen die nog nooit geweest zijn? Als je nog niet geweest bent, ga. Want het is zo mooi om te zien dat jong, oud, nou, in welke hoedanigheid je daar ook gaat zitten, iedereen kent het. Het is een van de weinige concerten, en dat mag ik gelukkig ook zeggen, bij de toppers spelen wij, lezen natuurlijk zo'n karaoke. Iedereen mag teksten lezen. Bij Hazes is eigenlijk het zo dat elke tekst, of het nou een albumstuk is, of het nou een liefdesliedje is, of het nou uit een bol is, iedereen zingt het woordje voor woordje voor woordje mee. En dat is heel erg bijzonder om mee te maken, en daarom ben ik nog steeds trots dat wij met elkaar het vierde jaar ingaan. En met succes! Hier staan een aantal artiesten. En je ziet natuurlijk Roxen Hazes, André Hazes. Je ziet hier ook een nieuw gezicht, maar daar kom ik zo bij. We hebben natuurlijk Danny die weer bij is. En onze grootste zanger van Nederland, oftewel de rapper. Wie gaat er Hazes rappen? Kan er Hazes gerapt worden? Jazeker, want wij vinden het namelijk heel belangrijk. Namens States Entertainment en Melvin Producties, daar gaan we met elkaar zitten. En dan zeggen we elk jaar, we moeten blijven vernieuwen. We moeten blijven veranderen. We moeten blijven nadenken over wat er nog meer kan met Hazes. Nou, dan zijn we aan boord, want onze grote Lange Frans, daar ga ik als eerste namelijk even heen. Want Lange, ja. Wat ga je in godsnaam doen? Nou, dat weten we nog niet precies, maar ik heb vorig jaar een mooie versie van Zij gelooft in mij mogen maken. Die heeft het best wel aardig gedaan, dus ik hoop dat we daar iets mee kunnen doen. En Dre en ik zijn er verdwaald geraakt in de zomer in Salau. En daar hebben we ook, ik leef mijn leven, hebben we daar in een nieuw hip-hop jasje gestoken. En dat voelde ook heel erg goed. Dus ik denk dat dat ons startpunt wordt. En ik heb zelf ook nog wel wat ideeën, want met de teksten van André kan je natuurlijk heel veel. En die zouden we misschien ook in een andere vorm neer kunnen zetten. Dus we zijn de denk loopt. Maar schrijf je dan teksten, nieuwe teksten aan gedeeltes? Schrijf je nieuwe stukken erin? Of maak je gebruik van zijn teksten? Mijn fan bloedt elke dag, dus dat zal sowieso wat voor mezelf inkomen, maar de hoofdmoot zal haast zijn.
Okay. Onwijs gaaf dat je er bent. Dat vinden we namelijk allemaal heel erg te gek. En je hoort erbij, want je bent dus ook een rechtse Amsterdammer. En je bent een fantastische kerel, dat weten we allemaal. Dan gaan we gelijk eens even naar onze Dre. Hoe is het, ouwe? Ja, je straalt. Luister, Dre, we weten allemaal dat wij ons creatief mogen bemoeien. Jij kijkt enorm scherp mee. En je hebt elk jaar weer een bijzondere rol, wil ik zeggen. Jij houdt enorm het erfgoed van je vader in de gaten. Maar je wil ook natuurlijk wel de liedjes doen die niet zo voor de hand liggen. Hebben we dit jaar bepaalde nieuwe, aparte dingen in ons hoofd? Ja, er komt een liedje in die eigenlijk nog nooit gezongen is bij ons in basis. Het is eigenlijk een beetje simpel. Het is gewoon een beetje kijken op YouTube, wat is veel bekeken. En een beetje hier in Amsterdam luisteren naar de mensen. En ja, ik ga wat hoger mee. Ja, dus Danny. Hey, rustig hè. Nee, ik doe maar, hij gaat alleen door spieren. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Hallo. Jij zei ook, waar waren we nou op YouTube? Want je zei, er komt inderdaad een liedje wat we nooit gedaan hebben. Toen ging je, maak je een bocht naar YouTube. Als mensen veel YouTube checken, dan zien ze veel liedjes. Ja, en het is ook de jeugd, weet je. We willen ook een beetje de jeugd aanspreken. En wat is er nu nieuw en wat is er leuk en wat spreekt op dit moment aan. En ik denk dat de setlist geslaagd is voor dit jaar, ja. En dat nieuwe liedje, kan je er al wat over zeggen? Nee. Nee. Klein tipje? Nee. Nee. Is een liedje wat de mensen niet kennen? Het blijkt dus dat de mensen hem wel kennen, maar het wordt niet zo snel verwacht. En ik zie dat ik te veel al praat. Ik zeg voor de rest helemaal niks. Het liedje heet You Are So Off Your Beautiful. Dat is wel buiten zijn verrassing. Ja. Je gaat er zeker van. Ik heb ontzettend veel zin in. Ik ga even weer een stap. Deze Danny, als ik zeg André Hazes, dan zeg jij? Mijn jeugd. Ik heb André goed gekend. Eigenlijk leerde ik hem kennen, dat is wel grappig om te vertellen. Bij Siska de Rat, de film, in 1984 op de première. Dat was mijn eerste ontmoeting met Dre. Uiteindelijk kwamen we op elkaars verjaardagen. Op werkvlak heb ik een duet met hem mogen doen op 14, 15-jarige leeftijd. Toen nou kom je thuis, ook te zien op YouTube. André is echt mijn jeugd. Ja. En het is natuurlijk lastig om tegen collega's te zeggen, waarom ben je er zo verschrikkelijk goed in? Ik vind je namelijk echt heel goed in het repertoire. Ja, dat is gewoon zo. Nou ja, ik denk dat het komt door mijn roots. Ik bedoel, ik ben opgegroeid. Mijn opa en oma die zong ook het levenslied. Duo de Munch, Johnny Daan, Willy Alberti. Op YouTube gezien. Dat is weer het jaar. En André Hazes, dus dat is echt mijn jeugd. Hoe komt dat? Dat zit in je genen, het zit in je bloed. Ja. Wat is het mooiste liedje van Hazes? Ja, dat vind ik. Hij heeft te veel nummers. Ik vind het altijd heel moeilijk om te kiezen. Dus ik heb eigenlijk geen voorkeur, want alle nummers van André zijn heel erg goed. Als er nou één liedje is dat jij opnieuw uit zou mogen brengen, welke zou dat dan zijn? Met toestemming van de familie. Dat zou ik eerder kiezen of misschien voor een onbekend nummer. Dat zou ik niet zo snel weten, want iedereen gaat natuurlijk voor het geëikte, het makkelijkste misschien. Dan zou ik even, want ik heb echt die van Rachel ooit gehad, een zwarte box met 5 jaar Dre. Dan zou ik er even moeten in gaan snuffelen om te kijken, maar zou ik kiezen voor een onbekend nummer. Het leuke is dat wij allemaal eigenlijk nooit ons druk maken over liedjes. Er worden altijd een liedje, wat zal het zijn? 30 of zo? We staan er nu 42. 42 staan erop. Okay. En eigenlijk is het nooit een gevecht wie wat moet doen. Dat vind ik sowieso heel erg bijzonder. En dat is ook natuurlijk voor onze nieuwelingen heel belangrijk. Want aan de linkerkant staat misschien een hele verrassende naam. George van der Pannen. Dames en heren, daar mag u voor klappen. Want ik vind het wel leuk. Het is nou niet echt voor de hand liggend dat jij het Hazes-repertoire van A tot Z zou zingen. Maar dat doe jij met André Hazes. En pas op, hè? Ja, nee, mensen kennen me meestal van het werk van Frank Boeien en Ramses Shaffy. Maar ik heb het werk van André Hazes heel erg goed zitten. En ik vind het echt een grote eer om bij deze familie te mogen horen voor 3 dagen lang. En, kom er nog achter, hoor. Ik ga ervoor. Maar ik vind het echt fantastisch. En ik ben heel benieuwd wat ik mag doen. Want dat weet ik gewoon nog niet. Maar wat ik opkrijg, gegeven, dat ga ik met hart en ziel fantastisch doen, denk ik. Wat zou je willen? Dat is een nummer van mij. Ja, jongens, alsjeblieft, laat het nou niet mekaars liedjes hier aan doen. Dat zou je willen. Hart en ziel, zeg je jou? Hoe gaat die? Rot op. Kijk naar YouTube, kijk naar YouTube. Is dat voor die kamer? Ja, dat is toch van hem van weet. Nee, dat is weer de liefde van later. Ah. Goed, maar welke liedjes zou je heel graag willen doen? Nou, een liedje zoals Kleine Jongen vind ik heel erg mooi. Helaas. Heb je het weer over mij? Ja, die had het wel over jou. Welke zou je graag willen doen? Nou ja, zo'n liedje of Geef mij die angst of nou ja, goed, er zijn heel veel mooie liedjes bij en ik, wat ik ook opkrijg,
gegeven. Ik ga het gewoon doen. Wat hard is iedereen die voor het eerst, iedereen die voor het eerst is, krijgt de moeilijkste liedjes. En als je dan bevalt, dan gaat het steeds. Ja. Nee. Kom erop. Kom erop, zo'n liedje van mij. Jongen. We vinden het ontzettend leuk. Een vuurdoop is dit toch? Nee, man, we vinden het super. Waar ik me erg op vroeg, is dat George van de Pannen George van de Pannen blijft. Ja, heel erg. En dat George van de Pannen zien wij gewoon echt op een kruk een prachtig haasliedje. Zodat we ook nog een andere manier naar het liedje maken. Dus ook weer de doorrol voor de komende jaren. Dat je haas ook gaat voelen op je eigen lijn. Fijn. Het is wel trouwens een van de spannendste dingen tot nu toe dat ik heb gedaan. Dus ik vind het echt super tof om te doen. Nou, je bent heel erg welkom. George van de Pannen, trouwens. Ja. Natuurlijk hebben wij ontzettend mooie vrouwen bij Holland Sint-Hazes. Laat staan dat het ook nog een... gaat het schat? Ja. Dat het ook nog een van de mooiste dochters is, namelijk van André Hazes zelf. En zij is ook een bijzonder talent. En deze dame is... Hoe moet ik het zeggen? Vind ik ook alweer de personificatie van liedjes in een nieuw daglicht zetten. Ik weet dat je ontzettend druk bent ook in de studio. Met allemaal nieuwe liedjes, ook een oude liedje van je vader. Wat gaan we wachten van jou? Waar verheug je nou het meest op de komende editie? Nou, ik vind het sowieso altijd wel echt te gek om überhaupt dit te mogen doen. Het is iets waar ik het hele jaar naar uitkijk. En waar ik ook het meeste buikpijn van krijg. Om eerlijk te zijn. Dat heb ik een beetje meer van. Ja, ontzettend. Maar ik hoop heel erg dat ik weer met jou een mooie duet zou mogen zingen. Want dat doen we nu elk jaar en dat voelt vertrouwd en dat voelt goed. Dus ja, als ik dan toch iets mag zeggen waar ik het meest naar uitkijk, dan is dat het misschien wel. Zullen we dan gewoon die mensen kunnen erbij zijn? Als we mogen we niet de hele tijd zeggen, we doen dat, gaan we niet zeggen, dat gaan we niet zeggen. Zullen we gewoon een liedje kiezen? Wij gaan gewoon een liedje ik. Kom. Nee, ik ben ziek nu, dat ga je niet doen. Dus ja, ik ben ziek. Zullen we Wat is dan liefde? Wat is dan liefde? Nou, eerst duet bekend, we gaan Wat is dan liefde samen zingen dit jaar. Leuk. Wordt ook gedaan, maar gaan we weer iets anders doen nu. Ja. Nou, dat blijft leuk, want elke keer hebben we een line-up en dan gaan we kijken wie of wat. Zijn er nog een paar dingen dat je denkt van nou, dat vond ik uit de afgelopen seizoenen helemaal te gek. Ik heb vorig jaar een drumsolo mogen geven. En, dat is het hoogtepunt voor jou. Nou ja, ik ben geen drummer, dus ik vond het wel te gek om te doen. Ik heb mezelf, ik heb zo hard ervoor gewerkt, maar ik kan jullie beloven dat dit jaar er nog iets veel gavers gaat gebeuren. Ik ben altijd van de extra's. We moeten op wachten. Ja, ik ga het niet hier doen, nee. Nee, maar we moeten op wachten, we gaan niet verklappen. Nee, dat is een geintje. Maar echt de moeite waard. Ja. Jij hebt afgelopen vrijdagavond bij de Voice zaten wij op de bank en daar vroeg je Jemai ook weer met ons mee te doen. Ja. Waarom? Ja, wat we heel leuk vinden. Jemai heeft vorig jaar meegedaan met Holland Sint-Hazes en dat beviel. Ja, die. Ja, Jemai heeft vorig jaar meegedaan met Holland Sint-Hazes en dat beviel mij heel erg goed. En ik denk ons allemaal heel erg. Want Jemai is een hele leuke, lieve, getalenteerde jongen. Dus ja, ik vond het een beetje raar om hem er niet weer bij te vragen dit jaar. Nee, dat vond ik ook. Ik vond het fantastisch zelfs. Glennis? Ja, Glennis. Ja, te gek. Ja, dat is de zangeres van Nederland. Laten we daar eerlijk in zijn. En, en een leuk wijf ook. Dus gezellig wordt het zeker. We hebben sowieso, denk ik wel, dat moet ik eerlijk zeggen, een team weer neergezet. We houden allemaal van gezelligheid. Ja, George is ook aan de school. Ja, je ook aan de school. Het is bijna zo'n vriend van de Amstel, maar dan met hazesliedjes. Lekker gedronken, er wordt lekker gezongen. Wij hebben natuurlijk ook Sander Lousier nog, die helaas vandaag niet aanwezig zijn vanwege een prachtige vrienden van de Amstel. Sander gaat ook met ons meedoen. Jamai hebben we dan nog, Glennis hebben we natuurlijk nog, en vergeet u nog wat? Peter Beense, helaas moest hij vandaag naar Zeeland toe. En die past ook niet hier. Maar Peter is vinden wij, dat als wij in de vergadering zitten, is er eigenlijk altijd één naam die we gelijk op de lijst zetten. Als er één man is die Hazes nog steeds ademt, nog steeds echt... Ja, ook zo'n Amsterdam, als hij opkomt, dan gebeurt er toch iets. Dan is het ook in één keer een echte Amsterdamse kroeg. Dat is ook waarom we nog steeds de Ziggo Dome omtoveren tot, laten we eerlijk zijn, de kleinste kroeg van Nederland. We vinden het Amsterdam ook niet meer dat dingetje boven. Wij claimen de grootste kroeg van Nederland. En we zullen de hele Ziggo Dome ombouwen. 17, 18 en 19 maart tot een hele grote, mooie kroeg. Om iedereen een heerlijke avond te bezorgen. Dat is Hazes. We gaan een biertje nemen. Bedankt voor uw komst. U mag allerlei dingen vragen. Maar wij hebben er ongelooflijk veel zin in. Absoluut. Dank u wel. Namens steeds in het hele Melbourne Productions. Tot dan en schrijf mooie stukken. Want we hebben het nodig, mensen.